De heftige beelden van de natuurramp op de Filipijnen staan op ons netvlies. Sommige van die beelden werden gemaakt door cameraman Thijs Bertels uit Oosterwijk. Hij ging vlak na de ramp naar de Filipijnen om daar een aantal reportages te maken voor 1 Vandaag. Vanochtend is hij op Schiphol geland en nu zit hij al bij ons in de studio. Van harte welkom Thijs, fijn dat je er bent. Dankjewel. Met wat voor gevoel ben jij teruggekomen van de Filipijnen? Met het gevoel dat er nog heel veel nodig is. Het gebied is zwaar verwoest. Tacloban met name, waar het tornado... Het rampgebied en waar ook het water het meest door de stad is gestroomd. Daar is enorm veel hulp nodig. Overigens overal. Er zijn ook nog eilanden waar ze ook nog niet geweest zijn. Hè? Want er zijn enorm veel. Er bestaat uit 7000 eilanden, Filipijnen. Dus er zijn enorm veel gebieden waar je heel moeilijk komt. Ja, oké. Okay. Jij bent daar een paar dagen na de ramp ben je daar aangekomen. Ja. Was het verschil groot met nu, zeg maar, terwijl als je daar nu bent weggegaan? Nou, wat opviel is dat de eerste dag dat wij Tacloban binnenreden, er vrij weinig verkeer was. De benzinestations, die waren sowieso gesloten. De dag erna viel ons op dat het verkeer enorm toegenomen was. Watervoorziening kwam op gang. En wat we ook goed vonden om te zien is dat... daar ook geen rellen of rare zaken bij zaten. Er kwam een tankauto met water en iedereen stond keurig in de rij om het water te ontvangen. Ja. Dat betekent dat de eerste hulp er is. Ook qua voedsel hebben we een heel grote opslag gezien waar enorm veel rijst ligt. We hebben de minister daar gesproken, Volksgezondheid. En die zegt we gaan zoveel mogelijk de mensen laten zien dat we continu eten aanvoeren. Okay. En ook met de gedachte dat ze dus... dat die rust daar bewaard blijft. Ja, dat je dus ook naar een andere stap kijkt. Van, goed, dan, we hebben het eten hoeven we niet meer zorgen over te maken. We kunnen ons huis weer gaan maken. Ja. Of we kunnen weer met andere zaken bezig gaan houden. Ja. Laten we even een stukje gaan kijken uit een reportage die jullie gemaakt hebben voor 1 Vandaag. Ja. 1 week na de tyfoon komen er nog steeds lichamen onder het puin vandaan. Iedereen vindt ze en legt ze zomaar ergens neer. Een week geleden nog was de familie compleet. En opeens weet je niet meer waar ze zijn. I lost my elder brother and her wife. And my sister-in-law. And do you know where they are? I don't know. Missing. Kinderen van de aardbodem verdwenen. Hele families uit elkaar gerukt. Ja, en dit is dan de keiharde realiteit. Ja. Jij staat aan het werken. Jij hoort de hele dag die verhalen. Ja. Hoe gaat dat? Ja, dat is... eigenlijk kan ik het beste vergelijken dat je alles door een bril ziet eigenlijk. Want je hebt de camera op je schouder en je maakt je shots. En je bent ook met je werk bezig en met je shots maken. Mm-hmm. Dus je bent heel erg met het proces bezig van wat moeten we hebben? Wat moet ik... gaan we een pennetje maken daarheen? Of ik wil straks daar naartoe lopen? Wat gebeurt er in mijn andere ooghoek? Op een rare manier bezig om hele mooie beelden van iets heel tragisch te maken. Ja, eigenlijk wel. Maar ook die verantwoordelijkheid om die beelden ook hier naartoe te brengen. Want het is belangrijk natuurlijk dat mensen realiseren dat er echt een enorme ramp gebeurd is. En dat er echt hulp nodig is. Ja, want overal lagen natuurlijk ook lijken. En dat word je de hele dag. Ja, dat is dat vergeet je ook nooit meer, de lucht. Als je eenmaal die lucht geroken hebt, dan... De lucht van dood. Ja, dan vergeet je die nooit meer. Die gaat in je kleren zitten, die ruik je s'avonds nog. Het is daar natuurlijk heel warm. Het is er heel warm, het is 30 graden, enorm vochtig. En je moet je voorstellen dat er enorm veel puin ligt. En daar liggen gewoon nog lichamen onder. En het bergen daarvan, ja, dat zal nog weken, zo niet maanden nog in beslag nemen. Ja, inderdaad. Jij gaf net eigenlijk al aan hè, dat het er vrij rustig is. Ondanks dat er natuurlijk wel geplunderd is. Er zijn een aantal gevangenen zijn vrijgekomen. Zijn mensen bang? Mensen zijn niet bang, denk ik. Ik denk dat mensen bezig zijn met de draad weer oppakken. De eerste levensbehoeftes weer herstellen. Water, eten. En het verdriet verwerken. Complete families zijn verwoest. Het is ongelooflijk drama, is het. Ja. Hoe maak jij nou een keuze, zeg maar, in... uiteindelijk moeten er een aantal reportages komen. Ja. Dus je bent er aan het filmen, je ziet zoveel verschrikkelijke dingen. Ja. Hoe maak je zo'n keuze? Wat is belangrijk? Ik was er samen met Wilm-Jan Bloem, een verslaggever van 1 Vandaag. En samen maak je het verhaal.
En je zit te monteren aan het eind van de dag of de volgende dag. Daarbij kies je de beelden uit en dat doe je in een enorm fijne samenwerking trouwens. En ik ben even je vraag kwijt. Hoe stel je de items samen? Wanneer kies je, zeg maar... Ja, je bent ook net terug natuurlijk. Je hebt je tijdverschil in je hoofd zitten. Ik snap hem helemaal. Ja. Nou, je bepaalt een lijn eigenlijk aan de hand van de dag die je beleeft. Je hebt natuurlijk wel een beeld wat je wil laten zien of een idee. Mm-hmm. Maar onderweg kom je natuurlijk ook zaken tegen die je niet verwacht. Nee. En dan probeer je een verhaal te vertellen. En probeert de kijker zo goed mogelijk een beeld te geven hoe erg het drama is. Ja. Oké. Okay. We hebben hier natuurlijk maandag een hele grote actie gehad hier in Nederland. Ja. Zijn de mensen zich daar bewust van dat het in de rest van de wereld gebeurt? Nou, we hebben dat ook wel verteld. De Filipijnen snappen het wel. Die snappen wel dat als je de pers... je hebt een klein streepje voor, merk je. Want die snappen wel als je de pers laat zien dat we er met goede bedoelingen zijn. Mm-hmm. Ik heb wel eens meegemaakt dat je in het buitenland op een hele andere hoedanigheid ontvangen wordt. Maar de Filipijnen snappen het wel. En als je ook uitlegt waarom je er bent. Hè, op een gegeven moment zijn we naar een huisje geweest. Of ja, huisjes. En die hebben een soort van huis weer gemaakt. Wonen met 16 mensen daarin. En doen hun best. En als je vertelt dat je er bent omdat je het Nederlandse volk wil laten zien. En dat we een actie hebben. We hebben een fundraiser Monday. En we want to show the people. Hè. We willen mensen laten zien wat voor drama hier voltrokken zich, zich afspeelt. En dan snappen ze het ook. En dan, dat voelt ook beter om dan ook je shots te maken. Want dan laten ze het ook gaan? Ja. 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 Oké, okay, wat is nou het moment wat jou het allermeest is bijgebleven daar? Dat is ook in hetzelfde huisje, wat ik net vertel. In die familie met 16 mensen die er woont. Dat is een vrouw, shot gebruikt in de reportage, die helemaal vol schiet als wij daar binnenkomen. En na het draaien, er gebeurt natuurlijk heel veel achter de camera en daarnaast. Mm-hmm. Na het draaien van een shot, pak ik de hand van die mevrouw en knijp ik even de hand en geef haar een knuffel en liet ze niet los. En dat zijn dan dingen die dan even heel erg binnenkomen, ja. Dan ben je even je camera kwijt en dan voel je de mensen. Ja, want ik voel me op dat moment, je moet je voorstellen dat het best zo moeilijk is om als iemand dan zo aan het huilen is, om dat shot vast te houden. Ja. En dan vind ik wel dat ik het eventjes nog een knuffel moet geven of iets dergelijks om dat even goed te maken. Ja. Maar wetend dat hun ook weten dat ik het niet voor niks draai. En dat ik het verdraai om het Nederlandse volk te laten zien wat daar voor drama heeft afgespeeld. Ik kan me voorstellen dat jij je tijd nodig hebt om dit allemaal even te laten bezinken. Ja, je wordt enorm geleefd in die dagen. En heel weinig slaap, 24 uur vaak werken, weinig eten. Want wij hebben ook geen eten. Hè? Dus voordat we naar de overkant gingen, hebben wij wat eten ingeslagen. Maar dan moet je denken aan crackers en water. En daar moeten wij natuurlijk ook mee doen. Ja. Dus dat is enorm... enorm vermoeiend om daarmee bezig te zijn. Maar goed, het staat natuurlijk in stil contrast met de ellende die er is. En het is belangrijk dat wij laten zien wat er gebeurd is. En dat hebben jullie op een mooie manier gedaan. Dank je wel voor je verhaal. Dank je.